En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avonduren kunnen lichte buien optreden ten zuiden van Suriname. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Overdag is het overwegend droog met kans op plaatselijke, lichte, geïsoleerde buien. De wind varieert uit het noordoosten en oosten met snelheden die oplopen tot 19 km per uur. Lokaal tijdelijke toename in de windsnelheid tot maximaal 44 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen het lokaal winderig wordt.